Kijk, ik vind het nou leuk als ik een panna krijg van een baas. Ja hoor. Pesca e porta. Die kan je van een lijstje afstrepen. Ja. We gaan vandaag vissen op grote baars op de rivierplassen. En dat is ook zo'n moment dat je ook echt de aanbeet natuurlijk kan verwachten. Ja, hangen. Dicht bij de kant, ondiep dus. Ja, best wel dichtbij, ja. Leuk een aanbeet, man. Tering. Heel mooie kleur. Zeker. Oh, mooie aanbeet, man. Yo roofmeisjes, welkom bij deze nieuwe video. We gaan vandaag vissen op grote baars op de rivierplassen. Het lukt ons de laatste tijd niet zo erg, dus we hebben een hulplijn ingeschakeld. Daar staat hij, Thijs Peters van Ultimate Fishing. Die gaat het ons vandaag allemaal leren. En jullie ook. We zijn op een rivierplas aan het vissen op grote baars. We hebben hier een mooie baai naast ons liggen met een paar ondiepe uitlopers eigenlijk erop. Met mooie hele scherpe, steile taluds eigenlijk, met veel structuur erop, de stenen, mosselen. Sjoerd en ik beginnen nu allebei met een Carolina rig. Wat de visserij toch aardig taai is geweest de afgelopen tijd. Het water is heel koud. Dus kijken of we een mooie baars kunnen lospeuteren. Ja, we gaan het zien. Het is een mooie dag, dus kijken of we er eentje kunnen vangen. Maar die voet die ging wel wat, zag je dat? Veel beet, Sjoerd? Ja, bijna. Bijna. Ze zitten erbij. Ik heb ook bijna beet. De hele tijd. Dat zegt Thijs altijd. Ik heb bijna beet. Het is ook zo, hè? Het is ook zo. Ja. Zo moet je erin staan. Ja, maar na 8 uur vissen en dan zonder beet, dan wordt het toch wel lastig soms. Ja, maar je energie die vloeit door je hengel, door je lijn heen. Oh, dat is het probleem bij mij. Dat is echt zo. Leek een aanbeet, man. Volgens mij zat ik over jou heen, Sjoerd. Oh, dat zal het niet waar zijn. Hart in mijn keel, jongen. Ik denk, wat is dat, joh? Ik denk, heeft hij wel gepakt? Zendt hij mee? Zo, schokkend. Zag je met het halen, of niet? Nou, het zat in ieder geval op scherp. Zo, jouw hartslag ook. Ja. Die zit, Soms als je een vis hebt en die zwemt met je mee, dan voelt het precies zo. Dus dan voel je eigenlijk dat de druk van je aasje wat beweegt, dat je dat niet meer voelt. Dus dan voel je eigenlijk alleen je bullet. En dan voel je eigenlijk een soort, als je hem helemaal stil uit, een soort lichte druk. En dan zwemmen ze dus met je mee of naar de zijkant. En dan is het belangrijk om wel bij te draaien. Niet gelijk aan te slaan natuurlijk. Wel bijdraaien en eigenlijk voelen wat die vis doet. En als je dan voelt dat die weg van je zwemt, dan kan je de haak zetten. En dan haakt hij natuurlijk goed in de hoek. Maar als je dat niet doet en je hebt er niet door, dan kan die vis je aas natuurlijk slikt helemaal in weg. Het najaar. Dan kunnen ze hem heel ver slikken. Dus ja, een beetje dode aasvis op snoek, hè, eigenlijk. Ja. Beter iets te snel en mis als... Bij twijfel rammen. Ja, bij Carolina regen ze dan bij twijfel contact zoeken. Oké, Thijs, en dan het binnenvissen van een Sea-Rig. Er zullen ook wel 1000 variaties op zijn. Wat hangt dat af van de omstandigheden, neem ik aan? Ja, als het zoals het nu heel moeilijk is, dan is het natuurlijk wel echt van belang dat je je kunstjaars lang genoeg stil laat liggen, zodat je de vis de kans geeft om het te pakken. En waar hebben we het dan over? Hoe lang laat je hem stil liggen? Ja, misschien max 4-5 seconden. Dat, echt gewoon helemaal stil? Als je echt 5 seconden uittelt, dat is al, dat zul je op een hele dag niet vaak doen. Want 5 seconden uittellen, waarschijnlijk denk je dat het 5 seconden is, maar... Voor je gevoel is het vaak, voelt het langer als dat het daadwerkelijk is. Want waar geef jij de actie mee? Dat is gelijk een goeie. Ik geef vaak met de top en de molen twee of drie rukjes. Dat je kunstaars een beetje in beweging krijgt, die pootje een beetje beweegt. En dan sleep ik hem een stukje. Omdat ik dat, je kunstaars zwemt dan over of kruipt over de bodem. Maar je, ook wat het voordeel is, dat je onderlijn mooi gestrekt ligt. Dus als je een aanbeet krijgt, zul je het meteen heel direct goed voelen. Als je heel langzaam je onderlijn trekt in plaats van dat je
tikt en je loodje of je onderlijn misschien niet gestrekt ligt. Oké. Okay. En dat kunnen wel details zijn waar je wat misschien wel het verschil maakt tussen iets of niets vangen. Yo. Echt dicht bij de kant ook? Dicht bij de kant, ondiep dus? Ja, best wel dichtbij, ja. Oh, mooie baars. Oh, tof, 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 tof. Netjes, maat. Kijk eens even. Heel mooie kleur. Zeker. Jeetje, wat mooi. Kijk, heel veel spikkels heeft hij, zie je? Echt zo'n parasiet. Dat zie je heel veel op de Maas. Ja. Zie je dat, al die spikkels erop? Kijk hier, oh, zo. Ja, ja, ja. Mooie paramoorkleur. Wauw. Zo. Ja, harde aanbeet? Ik liep eigenlijk al tegen de bodem aan. Dat is de nieuwe Nanahan Plus 2. Oké. Okay. Loopt heel diep, tot bijna 3 meter. Is dat megabas? Megabas, inderdaad. En wat wel leuk is aan deze, is dat hij dus eigenlijk floating is, maar slow floating. Dus hij komt langzaam omhoog. Oké. Okay. En vooral voor de kantvissers, als je tegen het talud aanloopt onder aan de kant, vis je met je top omhoog. Dan komt eigenlijk je aasje elke keer als je hem tegen de kant aan twitcht eigenlijk. Ja. Dan komt hij gewoon weer een stukje terug omhoog. Jij voelde nu ook heel de tijd bodemcontact? Ja, ik zat eigenlijk tegen de bodem aan en eigenlijk voelde ik de aanbeet niet. Eigenlijk voelde ik dat hij weggetrokken wordt. En ja. Ja, toen haalde ik en toen ging deze mooie baars staan. Zo. 43, 44. Ja, echt mooi vol, hè? Ja, mooi en kleur. En hoog. Kleur, kijk, die kleur. Echt ja, ja. Super mooi groen. Ja. Ja, ja. Waar gaat hij naartoe? Waar gaat hij naartoe? Lekker, maat. Lekker, heel man. Goed. Heerlijk. Ja, je zei het al van deze stek, hè? Twitchbait meer. Ja, het is hier zo'n beetje. Hier loopt het wat vlakker af. Dus ja. Daar had je echt zo'n ondiepe zandplaat die uitloopt en dan recht naar beneden. Stijl naar beneden. En hier loopt het wat vlakker af. Wat voor diepte had je hem, denk je? Het zou 2,5 meter echt? Zijn. Echt? Zo ondiep? 2,5, 3 meter. Is dat vaker met die baarzen zo ondiep? Ja, ze kunnen goed ondiepen. Liggen er meer bij elkaar, denk je? Die zijn nooit alleen. Nee, liggen er zo. Zeker die meer, wat die 45 is. Nou. Moet je ook een twitchmeter aan? Ja, laat het maar doen, hè. Laat het maar doen. Het is een Megabass Nanahan Plus 2. Duikt 3,2 meter. Nou, hoe ik hem vis? Ja, je werpt hem zo ver mogelijk uit. Je kan of hem op diepte draaien. Dus je draait 4-5 slagen met je molen. En zodra die eigenlijk op diepte is, dat noemen ze dan de strike zone. Dus eigenlijk waar je kan verwachten dat die vissen van de bodem op omhoog zwemmen naar je aas. En je aas pakken, kan je eigenlijk wat langzamer gaan vissen. Dus 1, 2 tikjes, laat hem een seconde, 2 seconden stil hangen. Geef nog weer een twitch, soms wat korter, soms wat feller. Dus een beetje eigenlijk afwisselen met hoe je de actie aan geeft. En omdat die Nanahan Plus 2 dus slow floating is, kan je hem eigenlijk dan heel mooi tegen het talud aan 2-3 tikjes geven. Twitchen en tikt hij een beetje tegen de steentjes aan, tegen het talud aan. En dan komt hij heel mooi zo weer langzaam omhoog drijven. En dat is ook zo'n moment dat je ook echt de aanbeet natuurlijk kan verwachten. Hey, en ik vis nu met oneten, hoe ik dat altijd zo moet zeggen. De oneten, de 110 Junior Plus 1 eraan. Ja. Loopt eigenlijk ietsjes ondieper als deze. En die is dus wel perfect suspending. Dus dan zul je misschien dat laatste stukje inderdaad nog meer je top omhoog kunnen vissen. Zodat je kunstaas een beetje... Ja, toch het talud omhoog gevist krijgt. Ja. En dat je misschien minder snel vastloopt. Maar qua actie, twitchen, hetzelfde verhaal? Ja, eigenlijk hetzelfde verhaal. En die heeft dus een iets kleinere duiklip. Duikt iets minder diep en heeft ook iets minder weerstand als deze Nanahan. Oké, we hebben deze stek nu helemaal afgesluit met de twitchbait. Ja. En dan is het verstandig volgens jou. En we hebben een vis gevangen, dus we weten dat er waarschijnlijk niet één ligt. Ja, we hebben eigenlijk net van het puntje daar waar we dus met Carolina regen gevist hebben, het vlakkere stuk afgevist. En nu zijn we eigenlijk weer bij een ander puntje gekomen, die eigenlijk de andere kant van de baai. Even in het algemeen, een kliertjebait. Ja. Wat is voor jou belangrijk? Eigenlijk is het voor mij altijd belangrijk, ik zeg het ook tegen mensen die ermee beginnen, zorg dat je groot aas bij je hebt, maar vooral klein aas, dus verschillende maten. En zorg dat je aas hebt wat veel commotie maakt, zoals de nieuwe Vuabuk. Ook Megabass, toch? Ja, ook een Megabass Vuabuk is dit de nieuwe.
En die maakt dus echt veel commotie onder water. En dit is bijvoorbeeld de rockhawk. Heeft ook eigenlijk van die klauwtjes, maar je ziet het al, heeft een veel slanker profiel. Wat aerodynamischer. Is wat subtieler, wat aerodynamischer. En dan heb je bijvoorbeeld, dit is een van Ray Japan, een battlehawk heet deze. En die heeft eigenlijk helemaal geen twistertjes, geen klauwtjes die heel veel beweging maken. Hij heeft eigenlijk een veel subtielere actie. Mm-hmm. Maar juist als ze dan weer helemaal stil liggen, stel dat zoiets werkt met veel actie niet werkt, dan schakel ik over naar zo'n slank aasje met wel veel bewegende onderdeeltjes, maar wat niet heel veel actie heeft, maar met de kleinste bewegingen wel. Wat vibraties. Taakjes, vibraties en wat heel realistisch uitziet. Alright, ik denk dat we nu even gaan kijken hoe we een Sea Rig het beste binnen kunnen vissen. Precies. Waar begin jij nu mee? Welke heb je er nu aan hangen? Nou, ik heb dan nu toevallig weer die grootste Vuabuk aangehangen, die dus echt best wel veel commotie maakt onder water. In het algemeen begin ik eigenlijk altijd met een vrij grote creature bait. Dus iets wat veel aandacht trekt en ja, wat dus naar mijn inziens goed is om mee te beginnen. En eigenlijk begin ik dus groot en als je dus vis vangt of stel dat je geen reactie krijgt, ga ik eigenlijk dus downsizen, kleiner vissen en minder actie. Minder actie of andere actie in je kunsthaas uitkiezen. En zo kan je dan, dat is eigenlijk het Carolina-rig spelletje. Ja, ik vond het altijd moeilijk te geloven, maar ja, ik heb het nu zo vaak gezien. Dat die baarzen, ja, en ook snoekbaarzen gewoon echt nukkig kunnen zijn. En snoek ook niet te vergeten. Maar het is heel bijzonder dat ze eigenlijk op een ander stukje creaturebait wel gewoon actie vertonen. Ja, moment van stilte, mensen. Geen actie. De Carolina Rig, nul aanbeten. Het is ook wel een beetje wat erbij hoort bij deze visserij. Zeker dit seizoen lijkt het heel erg heftig te zijn. Echt blij zijn met elke vis, dus daar zijn we ook heel blij mee. En natuurlijk heb je die middag dat die baars wat inactiever is, wat we vaak horen. Maar we geven de moed niet op. We willen er gewoon nog een paar bijvangen, liefst natuurlijk. Dus we hebben nog wat stekjes, wat ik net van Thijs hoorde, waar we met een twitchbait wat sneller doorheen gaan. En dan later op de dag nog een stek voor de Sea Rig. Het zou mooi zijn als we op die techniek nog wat vangen. Maar vooralsnog niks. Doorbijten. Ja, nu op een hele nieuwe stek, maar echt prachtig. Gewoon even dat je nog niet gaat vissen, geniet van de omgeving. Natuurlijk ook wat waard. Wat heb jij voor mij in petto? Ik heb voor jou een mooie Dark Sleeper. Ja, een grondelimitatie met het haakje verborgen in het rugvinnetje. Dus je kan hem heel goed door wier en tegen het teluut vissen. Het is hier wat ondieper, hè? Ja, je kan hem eigenlijk net als een Carolina vissen. Je kan hem ook iets sneller vissen, maar je mag hem gewoon op de bodem laten liggen en een klein stukje verschuiven. Ze pakken hem echt van de bodem af. Okay. En ook met dit aasje wachten tot ze ermee wegzwemmen, zodat je mooi de haak kan zetten. Cool. Anders sla je misschien uit de bek. Dus dit is een kleine versie, 7 gram. En iets zwaarder straks proberen. Maar echt wel het geheime wapen van veel vissers, toch? Ja, het is heel grappig. Op sommige dagen dat Carolina rig dan echt weinig doet, heb ik al eens gehad dat je met Dark Sleeper echt goed bezig bent. En ook andersom hoor, dat Dark Sleeper niet werkt. En dat je op Carolina dus... Het is net weer toch een iets andere aanbieding. Hè. Er zit gewicht in het aasje zelf. Ja. Dus daar zullen ze vast wel gek op zijn op die grondetjes natuurlijk. Ja, die eten ze genoeg in ieder geval. Uitstromend is het beter, denk ik hier, of niet? Als het eruit komt. Voor mijn gevoel wel, maar ik heb nog niet... Geen verschil? Nee. Het zou zomaar een barbeelstek kunnen zijn. Ja, het is elke keer als ik hier weer ben, dan denk ik het weer. Het is echt een gaaf plekje, hè. Echt grensmaat inderdaad. Ja, als je hier dan zo tussendoor kijkt met al die overhangende bomen en zo. Het bush. Het is niet wild met de baars. Het is wachten op weer eens een aanbeet. Ja, we hebben één vis gevangen en voor de rest echt nul aanbeten. Dus dat is wel weer typerend voor deze visserij. Kan natuurlijk elk moment omslaan. Dit is gewoon echt wel het vissen op grote baars. En vergis je niet natuurlijk, zo'n vis van Thijs van 45 centimeter is voor velen gewoon echt wel de vis van het jaar misschien wel. Het is gewoon echt wel lastig om zo'n vis toch te vangen. Daar denken we misschien wat te makkelijk over. Omdat op social media zien we natuurlijk alle foto's voorbij komen. Ja, je gaat niet iemand zien die een dag geblankt heeft. En Thijs, jij zal toch ook wel eens een sessie geblankt hebben, of niet? Zelfs Thijs, mensen. Helemaal dit seizoen. Periodes geweest dat het echt heel moeilijk is. En dan is het ook natuurlijk lastig om jezelf te motiveren en er vol voor te gaan een hele dag. Dus ja, zeker.
Ja man. Ja, hangen. Zo, die was kick die aan, weet. Super felle tik. Op de dark sleeper. Ik sta eigenlijk alweer een beetje als een... Zo, ik zie in mijn hoek een hoek zet, jongen. Ja, kick hè. Dat doe je goed. Zo. Nou, pak jij maar op. Kijk nou, op het presenteerblaadje. Zo. Die was kick. Hele mooie vis, hoor. Vlak voor de kant, hè? Vlak voor de kant, hè? Ja. Misschien even gevolgd of zo? Ja, ik denk, ja, of ze liggen toch iets met dat zonnetje toch iets ondieper. Kijk, die parasiet. Ja, een bloedzuiger. Zo. Wel een van de mooiste baarzen van de laatste tijd. Wauw. Qua aanbeet. Echt gaaf. Oh, prachtig. Ja, en is het dan die truc, hè? Die dark sleeper. Als een Carolina Rick binnengevist. Maar eerlijk gezegd was ik alweer niet meer gefocust. Er zaten gezellig te ouwehoeren. Het laatste stukje, hè? Ja, het laatste stukje knalde die erop, joh. Thijs zei het net. We gaan voor goud. En er is niks te veel aan gezegd. Het is echt prachtig. Wat een prachtige vis. Echt op een stroompje wat eigenlijk hier wegloopt. Ik had er eigenlijk niet zoveel vertrouwen in. Kijk eens, wat een beauty. Wat een beauty. Oh, gaat de Bo gaat hij een panna geven? Nee, bijna. Kijk, dan gaat hij weer de goede kant op. Hier? Zie je benen. Ja. Kijk er, joh. Ja, hij vindt het gewoon heel gezellig. Vis, ik had hem een beetje gekieteld en dat vond hij fijn. Dus dan blijft hij gewoon... Ja, kijk, de kracht die jij hebt op vissen, short. Ja, ja, ja. Ja, dat zie je altijd aan mijn vangst natuurlijk. Hè? Kijk, ik vind het nou leuk als ik een panna krijg van een baars. Ja hoor. Pesca e porta. Die kan je van het lijstje afstrepen. Ja. Yes. Lekker man. Lekker amigo. Oh. Ja mensen, het grote verschil tussen mij en onze amigo Thijs van Ultimate Fishing. Ik heb niet heel veel nodig om gelukkig te zijn. Eén vis en ik kan weer een weekje vooruit. En Thijs die jaagt nog op een tweede. Maar ik ben er wel heel blij om te mogen zijn met dit resultaat. Wij gaan het nu doen sowieso. Bedankt voor het kijken. Heb je vragen over deze specifieke visserij? Deze man zit helemaal vol met kennis en deelt die graag met je. Dus laat het weten in de reacties. Jullie bedanken we. Bedankt voor het kijken van deze video. En vergeet je niet te abonneren op ons kanaal. En ik zie jullie later.